Wat? Wat? Oh nee. Oh nee. Hallo kijkers, toffe kijkers. Goed nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met de Minecraft Hardcore Survival. Nog weet je in de vorige aflevering, die aflevering is ondertussen al, ik weet niet hoe lang geleden, maar toch wel zeker langer dan een weekje geleden, een Fortune 3 gekregen. En zo heb ik wat diamonds weten te vinden. Daar komen nu wat clipjes van in beeld. Maar wat ik in deze aflevering wil doen is, zoals je ziet, hebben we nog geen kistenkamer. Alles van de spullen zit hier nog. Dus we mogen beginnen aan een kistenkamer. Die kistenkamer zou hier zo moeten komen. Maar zoals je ziet moet ik nog heel wat hout hakken. Ja, ik kan best misschien ook wat diamond schep maken. Gaat het wel iets sneller. Ik hoop dat ik er nog efficiëntie 4 op krijg en unbreaking 3. Ah, efficiëntie 3, maar laat ik wel weten wat ik doe, het gewoon enkel efficiëntie 3. Ik kan niet altijd het beste hebben, dus dit deur moet hier helemaal weg. Helaas heb ik nog geen haste beacon, anders gaat dit veel sneller. Ik ga nu even, oh ik heb niet eens voedsel bij me, dat gaat niet goed aflopen. Maar wat ik wou zeggen is, ik ga nu even de nether in. De reden is, ik heb glowstone nodig. En ik heb geen glowstone, kwam ik net achter, dus ja, moet ik wel even naar de nether heen gaan. En dan kan ik ook misschien valse maan, nee ik heb goud aan. Wat? Wat? Oh nee. Oh nee. Zit achter me aan. Oh nee, een ghost ook nog. Hopelijk ben ik op snel op tijd. Foe. Als ik niet op tijd was, was ik misschien wel dood geweest. Ik heb mijn goede zwaard niet eens meegenomen. Volgens mij hadden we een beter zwaard. Dan ik pak dit hier wel eerst. Want dit zwaard is nog bijna kapot. Jee, enderpearl. Ah, glowstone. Heb ik een silk touch iets? Nope, geen silk touch, dan maar met de hand. Oh gast, zullen we mij echt hier dood hebben? Ja, ik heb geen boog, wel pijlen. Maar daar heb je niks aan zonder een boog. Dus schiet even. En dan kaats ik die ballen wel terug naar hem. Zo. Het voelt weer goed om weer in de gewone wereld te zitten. Ook al zaten we niet lang in de nether. Ik ga veel meer hout moeten nodig hebben. Oké, dus het is nu de kistenkamer. De kisten zijn nog allemaal leeg, dus alle spullen moet ik hier nog importeren. Maar dat doe ik later wel. Hier heb ik wat crafting tabletjes geplaatst. Zoals als ik hier ben, ik wil wat craften. Hier wat oventjes. En, hier heb ik nog niks gedaan, want
Ik weet nog niet wat ik wil doen. Oftewel kan ik hier ook kisten plaatsen. Oftewel kan ik hier nog een trapje naar beneden doen. Of ik dacht toch nog te denken aan zo'n wateren ding. Dat ik hier van hieruit snel naar boven kan gaan. En ik hier ook snel kan landen in deze kamer. Maar dit was dan de video. Ik weet niet hoe lang deze video gaat worden bij het editen. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je deze video leuk vindt, laat het dan weten. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Dus doei!